sport. We gaan verder met sport. Het maatschappelijk beeld wat de mensen hebben, als je thuis bent, je bent jong, je ouders stimuleren je, dan zeggen ze, jongen, ga studeren, dan weet je zeker dat je goed terechtkomt. Ja? Nou, ben je bezig in de sport. Daar studeer je eigenlijk niet voor. Wat nu? Hoe kom je tot zo'n keus? Ja, dat ligt gewoon in jezelf. Als je... Kijk, je begint met studeren en op een gegeven moment kom je met je sport, dat gaat lekker en zo. En dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd waarvan je zegt van, nou, het blijkt dat ik het aardig kan. En als je jezelf kent, dan weet je wat je mogelijkheden zijn. En dan ga je op een gegeven moment verdiepen in je sport, dat je er alles voor wil geven. En dan op een gegeven moment komt het moment van, nou, met een beslissing, ik ga of sporten of ik ga of studeren. Nou, en op een gegeven moment, de ene kiest voor studeren toch, en sporten, en de andere van allebei niet. Op een bepaald moment kom je op een bepaald niveau, waarbij je toch moet gaan kiezen van, nou, ik train 4 avonden in de week, nou, blijft er van studeren, school gaan, blijft eigenlijk weinig tijd voor over als je vermoeid terugkomt. Misschien kan jij... Ja, het ligt ook aan je ouders natuurlijk. Als jij van je ouders moet studeren, dan kan je moeilijk gaan sporten, maar ik denk toch dat er altijd wel mogelijkheid is om te gaan sporten. En ik heb daar dan voor gekozen, maar ja, is mijn studie ook wel onder aan leiden, ja. Dat kan gebeuren dat je studie er dus onder gaat leiden. En hoe kom je dan eigenlijk tot zo'n beslissing? Misschien kan kind daarop ingaan. Hoe kom je dan tot zo'n beslissing? Nou, bij mij is het zeer simpel. Je gaat moeten kiezen. Ik vind gewoon een beetje rekenen, je naam schrijven, een beetje kunnen lezen. Dan ga je gewoon moeten kiezen. Je bent met sport bezig. Kijk, ik ben een profboxer. Ik zeg van over 10 jaar. Ga ik niet al elektrische lopen spelen of timmerman lopen spelen, ga ik gewoon als trainer willen gaan. Wat ik denk tenminste is dat je op een bepaald moment gewoon zegt van ik wil inderdaad verder in de sport of ik wil inderdaad gaan studeren. Kies je voor de sport en je wil er inderdaad ook een living van gaan maken. Dan geef je gewoon alles wat in je zit, want je weet van ik heb verder daarnaast geen studie meer om op terug te vallen. Ik heb dat papiertje niet van waarvoor ik in principe had moeten studeren. Dus je moet kosten wat het kost, zorgen dat je daar iets in wordt. Haal je het niet, ja, sorry dan. Je hebt er zelf voor gekozen, lijkt mij. Jij wil erop ingaan? Ik zou eigenlijk iedereen die sport en nog op school zit, zou ik eigenlijk advies willen geven. Is, ja, als je nog jong bent, maak desnoods eerst je studie af en dan ga sporten, heb ik ook gedaan. Want kijk, je kan wel gaan sporten, maar wie zegt dat het wat wordt? Kijk, je papieren zijn belangrijk, is voor de maatschappij moet je mee leven en dat vind ik toch belangrijker dan mijn sport. Daarom heb ik eerst bewust voor gekozen, eerst mijn studie af en dan sporten.